Hallo kijkers en terug naar een nieuwe video. In deze video gaan we Tuber Simulator spelen. De meeste mensen kennen het spel Tuber Simulator wel. Het is een spel dat is een beetje gemaakt door PewDiePie. En het spel is eigenlijk dat je zelf een YouTuber wordt. Never played Tuber Simulator. En ja, dit spel is nog steeds relevant. Hier heb je gewoon ook links onder zie je PewDiePie aanzicht en een paar aantal dingen. We moeten beginnen dus met het kopen van een camera. Die kun je dan natuurlijk hier gaan vinden in de winkel. Dit is de eerste keer dat ik het spel speel. You never played Tuber Simulator. Dus ik moet nog van alles doen. En laten we luisteren van wat hij te zeggen heeft. Wat zullen we nemen? Oké, neem dan deze camera. Vind je het niet erg om deze keer voor je teller, maat, heeft veel tuber geld, snap je? Oké. Nu moeten we kiezen waar we hem gaan neerzetten. Lijkt me op het goede plek om het bureau. Het is een kartonnen bureau. Blijkbaar wel. Ah, hij staat daar goed, vind ik. En nu naar... moeten we nog een video maken, dat is waar ook, want zonder een video te maken kunnen we geen YouTuber worden. Ik weet nog, mijn allereerste video is op YouTube. Het was nog niet op dit kanaal, maar hiervoor had ik ook nog een ander kanaal. En die waren nog best wel slordig. Dat was nog op de iPads, want eerst had ik een YouTube kanaal waar ik alleen maar op de iPads toegang had. En daar kon je geen thumbnails of zo maken, dus waar het thumbnails waren steeds random plaatjes. Oké, wat zullen we kiezen? Selecteer één van de drie video ideeën. Het zal dan... Oké, wat zullen we kiezen? Oké, we nemen deze gewoon. De onderste. En een video is aan het renderen. Soms kan een video wel heel erg lang bezig zijn met renderen. Maar bij mij valt het wel mee. Hangt dat ook een beetje af van uw internetverbinding. Oké, we hebben al twee, volgens mij zijn dat die twee dingen zijn dat subscribers. En nu kunnen we hier naar de winkel gaan. Hier hebben we een pakket. Zullen we die nemen? Waar gaan we hier een vriendje neerzetten? Hij staat daar goed, vind ik. Dus laten we hem hier zo zetten. En accepteren en... Oké, nu moeten we hier nog wachten, een paar seconden. Wacht. Oké, ik wacht. Blijf maar 24 seconden staan. Moeten we zo de hele tijd blijven wachten, want ik wacht hoor. Oké, moeten we gewoon even stoppen, maat. Oké, laten we doorgaan. Dit is belachelijk, zegt hij. Ik weet niet of ik ook mijn manneke kan aanpassen, want nu heb ik zo'n manneke met roze haar. Hoor eens een dingetje aan bewegen. Zo'n vrachtwagen. En hier kunnen we die dingen versnellen. Met zo'n boost geven of zo. Laten we dat ook even doen. Voltooien en dan één ding. Lijkt me zo net zoals Black Clans of Clans, zoals je edelstenen hebt. Een nieuwe zending is afgeleverd. Wat zit erin? Op dit moment kun je maar één voorwerp tegelijk laten leveren. Oké, laten we kunnen dan dingen nog upgraden. Ik weet niet waarom ik knuppel, er is een manier gebruikt waar ook gewoon je hersens. En ik had gezien, de kamer die ik nu in zit, ik weet niet of je nog kunt aanpassen, want we hebben gewoon, er zijn overal gaten bij ons in deze muur. Oh, een hond. Die plaats ik hier zo. Lijkt wel een beetje op Sven de hond van uit de PewDiePie's serie. En nu de volgende video is al klaar aan het renderen. 7 nieuwe volgers erbij. En dan gaan we nu voor Typepad cloning. Is het dan uw huisdier gaan klonen ofzo? Het zou wel leuk zijn als je mensen kunt klonen.
Oké, ik wil op het kort kijken naar deze video. Dan zie ik weer terug bij een volgende video, want dit kan even stoppen met spel te spelen. Dus doei doei en ik vond het wel leuk om dit spel eens te spelen.